Mijn Muziek, Mijn Passie is alweer het vijfde album van Django Wagner. Een cd waar honderden uren werk in zit. En dik 600 uur zijn we eraan bezig geweest. 6 jaar geleden werd Django Wagner ontdekt door de Eindhovense platenproducent Adrie van den Berg. Maar we zijn nog steeds vol bezig en het gaat alleen maar nog steeds stapje voor stapje omhoog. Jij bent weggegaan. En wat goed is, komt snel, want er is de afgelopen jaren ontzettend veel met Django Wagner gebeurd. Daniel Dekker, voorvechter van het Nederlandstalig lied, mocht de allereerste Mijn Muziek, Mijn Passie, dat in het Sinti zo klinkt, Mire Musica, Mire Passie, overhandigen aan de zanger. Die nog maar een maand geleden aan de lunch zat bij de koning en koningin. Het was heel gezellig, het was heel informeel. Hij heeft ook bij ons aan tafel gezeten, heeft me ons een toetje meegegeten. Dus dan heb je toch het gemoedelijke. En ja, onze koning en koningin zijn twee hele gemoedelijke en hele lieve mensen. Was de koninklijke lunch al een hoogtepunt? Het krijgen van 2 gouden platen voor de albums als De Nacht en Mijn Gevoel was een super, super verrassing. 2 goud. 600 uur werken aan 1 album. Daar moet je er ook wat van verwachten. Wat verwachten jullie ervan? Ik denk dat die nog makkelijker groot zal worden dan de vorige albums. Voor onszelf hebben we een heel mooi album gemaakt. En ik mag hopen dat de rest van Nederland het net zo mooi vindt als wij het vinden. Django Wagner. Mijn Muziek, Mijn Passie.